Een ontzettende goede zondagmorgen. Lieve YouTube-kijkers, welkom bij de YouTube-vlog van De Stofjes. Goedemorgen. Oh, kijk eens, lekker weertje. Heerlijk weertje om te lopen. Alhoewel ik het gevoel had dat het voor mij lastig was, was het toch een redelijk goed gemiddelde. Gematigd tevreden. Nee, ja. Misschien ben ik inderdaad te gefocust. Maar goed, komt goed. Ga gewoon door. Dat is toch het beste. Boah. Maar wat een weertje, zeg jij. Wat een weertje. Heerlijk. Zonnetje. Nou was het wel zo dat er voor vanmiddag volgens mij behoorlijk in voorspeld is met regen. Dus dit wat we pakken kunnen nemen we mooi mee. Hoppa! Lekker dan. Oh. En het is heerlijk. Nou, dan ga je naar de fitness. Ik rij zo meteen wel eentje naar huis, want ik ben mijn bidon vergeten. Dat is ook niet zo slim. Om je bidon te vergeten met water. Dus die ga ik even ophalen en dan ga ik daarna een eertje naar de fitness. Eerst wat doen. En dan kijken we wat we de rest van de dag gaan doen. Vandaag vrij, zoals ik al zeg. Donderdag hebben we gebekerd. 1-0 gewonnen. Maar jongens. Wat een wedstrijd, baba. Oh, nou, die kun je eigenlijk maar beter gewoon vergeten. Drama. Drama scheids. Eentje die dit niveau gewoon niet aan kan, dan sta je tegen een derde klasse te spelen. Niks te nadelen van sommige andere derde klassers, maar dit was gewoon nee. Ze willen wat laten zien naar ons, om te laten zien van hey, we zijn toch zover gekomen. We mogen nou tegen een vierde divisie club spelen. Maar nee. Nee, sommigen die gaan dan te veel overdrijven en dan gaan ze over het randje heen dat ze niet aan kunnen. En dan krijg je schoppen. En scheidsrechter die dat dan niet aanvoelt, die dan spelers niet in bescherming neemt, dan gaan onze spelers die raken daar een beetje over geïrriteerd en die krijgen dan nooit de benen een gele kaart. What the fuck. Maar goed, het zij zo, kunnen niks aan doen, we zijn in ieder geval door. Nou naar CSV Apeldoorn als ik het goed heb. Ja, dan komen we toch een stukje dichterbij tegen een kwartfinale die dan weer recht geeft op plaatsing bij de grote KNVB-beker. En dan, dan kun je van alles treffen wat hoger speelt. Dan kun je zelfs Eredivisie Club treffen of een keukenkampioen Divisie Club treffen. Wie, ja, waarheen, thuis, uit, ja, dat is allemaal, wordt allemaal in die ballenbak gegraaid natuurlijk. Maar ja, is wel leuk. Denk ik. Om daar een keer mee te maken. Maar goed, we zullen het wel zien. Wacht wel af. Ik ga in ieder geval vandaag even lekker van genieten van de dag. Of middag trouwens, Max. Die moeten we rijden. Gisteren gebroken aandrijfas, had ik begrepen. En dan komt de commentaar van Mercedes zeggen van ja, dat doen ze expres. Omdat ze dan zo'n sterke auto hebben dat ze denken dat ze vanuit de 15e toch wel de boel zullen winnen. Zo simpel is het niet. Kan wel, maar zo simpel is het denk ik niet. Maar dat gaat een team niet op speculeren, daar ben ik van overtuigd. En als het wel zo is, dan is het helemaal prima. Dan is het echt een superklasse. Op het moment dat je dat kan, dat je met je team dit kan, dan ben je. Nou ja, nee, ja. Het is gewoon belachelijk voor eigenlijk. Maar goed, we zullen het wel zien. Nou, ik ben inmiddels thuis aangekomen. Ik ga nu mijn bidon halen. Ik kan ook zeggen dat ik nog eventjes wacht. En dat ik zo even terugkom. Dat kan natuurlijk ook. Of zal ik gewoon lekker afsluiten? Nou, ik ga lekker afsluiten. Ik ga het gewoon kort voorzien. Nogmaals, over vorige week was het natuurlijk de 100ste. Dit is dan automatisch de 101ste. En
Ja, ik vond het wel leuk vorige week. Ik moet heel eerlijk zeggen, ik heb nog niet gekeken naar mogelijke reacties of aan likes. Ik heb nog niet gekeken. Ik hoop dat het toch eens een keer een beetje naar boven schiet, die likes. Even abonneren. Het is een klein knopje, even abonneren op mijn kanaal. Dan komt dat helemaal goed. Nou, voor vandaag ga ik in ieder geval afscheid nemen. Ik zou in ieder geval zeggen tot de volgende... volgende week zal ik trouwens waarschijnlijk geen vlog hebben. Want ik ben het weekend ben ik weg. Ik ben wel op zondag naar het voetballen toe, maar dan kom ik vanuit Den Haag aanrijden. Want we hebben een weekendje in Den Haag. Met vrouwen, vrienden. Eén dochter gaat mee. De andere, de zoon en dochter, die blijven thuis. Die moeten allemaal nog werken. En wij gaan een weekendje naar Den Haag. Lekker. Dus, ik kijk wel. Misschien dat ik onderweg wel even een stukje doe. Ik weet het niet. Ik wacht wel af. Maar in ieder geval geen hardloopvlog. Tenminste vanuit het bos of naar de fitness toe. Dus, maar in ieder geval dan zie ik wel. Of volgende week of volgende week erop. Voor nu zeg ik in ieder geval tot de volgende keer. Duimpje omhoog. Even abonneer op mijn kanaal. Alsjeblieft. En tot de volgende keer. Ik zeg ciao.